En de douanebond, die vorige week in actie is gegaan, heeft deze acties vandaag opgeschort. Dit zegt bondsvoorzitter Joyce de Vlucht in gesprek met journalisten na een algemene ledenvergadering. De bondsvoorzitter geeft aan dat het bestuur vandaag een productief gesprek heeft gehad met president Desiree Boutersen. De reden van de staking was dat het hoofd en subhoofd van de douane recherche, beide verificateurs, vorige week dinsdag onmiddellijk zijn ontlast van hun werkzaamheden. Ze zijn per brief ter beschikking gesteld van het managementteam van de belastingen. Volgens de Vlucht is de bond tegen deze maatregel in opstand gekomen. Omdat er afspraken zijn dat binnen de hele reorganisatie de bond erbij wordt betrokken. Maar we zien vaak, het is niet de eerste keer, enkele keer al, het is reeds een paar keer, gebeurt dat er ambtenaren worden ontheven of ontlast. En voor de bond geen grondige redenen. Dus vandaar dat de mensen, de leden, hebben dan een spoed ALV aangevraagd. Omdat dit ze een beetje te veel werd. U zegt voor de bond geen grondige reden. Wat was er? Ja, in die brief is het dat het in verband met de reorganisatie hervormingen. Alle brieven tot nu toe, waarbij mensen zijn ontheven of ontlast, hebben diezelfde strekking. In verband met de hervormingen en reorganisatie. En dan zie je dat mensen worden ontlast en de ander in de plaats wordt gezet. En met naam en toenaam direct. En we vragen ons af, hoe komt de minister aan die namen, et cetera. De bondsvoorzitter zegt verder dat de president heeft gevraagd de acties op te schorten. De ontheffing van de verificateurs wordt volgens hem ook on hold gezet. Het bestuur heeft besloten de president te vragen hem te ontvangen, omdat minister Gilmer Hoefdraad van Financiën momenteel uitlandig is, zegt de Vlucht. En om die zaak niet zo bloot te laten, hebben we dan die stap genomen naar de president, omdat de minister geen vervanger heeft. En de president heeft dus het besluit genomen om het on hold te zetten. Dus de ambtenaren, de verificateurs, die blijven voorlopig ter beschikking van de inspecteur. En de adjunct-inspecteur die daar zou overnemen, die gaat ook voorlopig niet naar daar. Tot terugkomst van de minister. En dan gaan wij aan tafel met de minister. En wij kunnen ons terugvinden hierin. Want als we moeten wachten totdat de minister terug is en alles wordt toch doorgevoerd, dan weet ik niet hoe we de ambtenaren rustig zouden krijgen. Dus daarmee kunnen we toch wel leven. Dus de zaak is op dit moment genormaliseerd, opgeschort en tot na terugkeer van de minister. Dan gaan we aan tafel onderhandelen. We zijn altijd positief, wij van het bondsbestuur van de douane. Joyce de Vlucht, voorzitter van de douanebond. Zij sprak vanmiddag over de acties die vandaag zijn opgeschort, na een gesprek met president Boutersen.